Welkom bij de uitleg van de Toslom TF47 dieptemeter. Wanneer we de dieptemeter voor het eerst in gebruik gaan nemen, zetten we eerst de handzender aan, vervolgens zetten we de boot aan en daarna zetten we de Toslom aan. De Toslom aanzetten doe je simpelweg door de aanknop een paar seconden ingedrukt te houden en dan komen we in het beginscherm. Zoals je in het beginscherm kan zien, zien we hier een aantal dingen. We zien de diepte, we zien de temperatuur, we zien het voltage van de accu, de tijd, het kompas en het aantal satellieten wat we op dat moment ontvangen. Hoe meer satellieten we ontvangen, hoe nauwkeuriger de positie van de boot bepaald wordt en uiteraard de waypoints die je erin gaat zetten. Nou, voordat we beginnen met varen is het belangrijk om de thuispositie van de boot in te stellen en dat doen we als volgt. We drukken rechtsonder op het knopje. We gaan met de pijltjes naar beneden naar thuispositie instellen en we drukken op enter. Op dat moment wordt de thuispositie ingesteld en dat is later weer makkelijk omdat je via het rode knopje kan navigeren naar de thuispositie. Dus op het moment dat de boot de eind weg is, we drukken op het rode knopje, komt de boot vanzelf terug naar de thuispositie. Ja, en kun je de boot gewoon weer makkelijk uit het water pakken en je volgende rig uitvaren. Om terug te gaan in het menu drukken we simpelweg één keer op de uitknop en we zijn weer terug in het menu. Het instellen van een waypoint doen we als volgt. Op het moment dat we aan het rondvaren zijn en de geschikte stek hebben gevonden, drukken we simpelweg twee keer op de button rechtsonder en je hebt een waypoint opgeslagen. Om weer terug te gaan drukken we één keer op de knop linksonder en we zijn weer terug in het menu. De Toslom TF47 voorziet in het opslaan van 500 GPS-punten. Zijn die allemaal vol, dan zul je er een aantal moeten wissen en kun je weer opnieuw beginnen. Maar goed, met 500 punten kun je natuurlijk wel een heel eind uit de voeten. Opgeslagen waypoints kun je heel makkelijk terugvinden in het menu. Door simpelweg één keer te drukken op het knopje rechtsonder, kom je in het snelbedieningsmenu, pijltje naar onder, je klikt op waypoint. Je zoekt hier het juiste waypoint, je gaat erop staan, je drukt weer op bevestigen en je boot vaart naar die locatie. Nou, in ditzelfde menu kun je ook bijvoorbeeld kiezen om terug te varen naar je thuispositie. Ga naar thuispositie kies je dan, maar dit kun je ook doen door simpelweg op de rode knop te drukken zoals ik al vertelde. Dit is gewoon echt een snelfunctie. Daarnaast heb je in het menu de mogelijkheid om van scherm te wisselen. Dat is erg simpel, je drukt op de rechterknop rechtsboven en je ziet dat je springt naar dieptemeter met klein kompas, dan naar dieptemeter met het scherm waar je kan zien waar de boot vaart en de route die aflegt en vervolgens ben ik weer terug in het beginscherm waar je meerdere dingen waar kan nemen. Daarnaast kun je in het menu nog een aantal andere zaken aanpassen en dit zijn meer de voorkeursinstellingen zoals gevoel, ruisfilter, etc. Als je hierop klikt en je loopt door naar beneden, dan zul je zien dat er ook nog een schermpje volgende in zit en dan kom je bij helderheid en nog een aantal andere zaken. Wil je weer terug naar het beginscherm, klik je simpelweg weer op linksonder en je bent terug in het beginscherm. Nou, de laatste tip die ik je mee wil geven voor deze dieptemeter, en dat geldt voor alle dieptemeters, is dat vaar zo langzaam mogelijk, want dit geeft namelijk de beste weergave op je scherm. Nou, al met al is de Toslom TF47 een hele gebruiksvriendelijke dieptemeter. En ik zou zeggen, heel veel plezier ermee en mooie vangsten.